Van 16 op 20 oktober worden in Dublin de wereldkampioenschappen morgen keertsen houden. Ik, Nederlandse deelnemers, Pieter Tienstra, bondscoach. Vijf dagen keertsen. Hoe is het in beeld van die laatste vier dagen? Goed. In Safir, dat, ja, dit is een enorm evenement. Er zijn 3000 spelers. Net alleen in de one wall, hè, dus net alleen in de in het moederkit, ik in de four wall en in een hardball, hoor variant, maar ja, het is chaotisch, dat bol. Maar voor de rest prima eigenlijk. Chaotisch, heeft het dan door de organisatie of heeft het door de wedstrijd spelen? Nee, gewoon organisatie. Maar ja, dat is gewoon niet lastig. Bedoel, het is heeft je acht one walls en de heeft ongeveer 12 hardballs. Hardcourt, 40 bij 20 in dat dan. Ja, en dat maakt dan alweer in schema's in dat, nou, dat je best wel eens wat net zo het plant zit. Je stond dan op een type plant en dat komt niet altijd hetzelfde type spullen. Hoe is de accommodatie verder in de hal met name? Nou ja, het is hier een hele grote hal waar alles zit. En ja, dit is een mega grote, ja, we zitten in een heel groot hotel wat in een soort evenementenhal zit weer. Nou ja, dat is gewoon prima. Je begint snel in de eerste wedstrijd in. Mandy is officieel de lievelingwest. Hoe gingen de resultaten van de spelers, Nederlandse spelers? Ja, ja, heel wisselend. Volgens mij is, ja, ik vind dat iedereen wel aardig goed spelen heeft. Ja, en alle resultaten. Ik bedoel, ik ben er zelf voller dat ik nog meer te hollen. Maar ik ben tevreden wat dat betreft. De jeugd is met name ik actief daar. Pak het dus in je 12 wedstrijden, dus je denkt, hey, dat valt me echt op. Dat we daar al heel goed in binnen. Vind ik lastig. Dirian Bauma en Johannes Wietema op dit moment spelen dubbels. Nou, die ben knap vier. Die spelen gewoon goed. Wat haal ik er meer uit? Nou, bijvoorbeeld een Hans en een Kees. Hans Wassenaar en Kees van de Sport die gewoon goed binnen. Zeker ik een Tjes Steenstra die juist van de nummer 1 geplaatst verleert. Maar dat die gewoon de spelletjes, nou die vleren wel. Maar spelen gewoon geweldig. Hoe is de concurrentie naar de Nederlanders, Pieter? Het niveau met name? Nou, dat niveau is heger dan het wij wend binnen. Zeker ik die hier in de stad ben, volle stap niet verder. Maar dat komt ook omdat die voorwals spelen, hè, die spelen dat oren spel, maar via morgen. Ja, daar krijg je toch wat oren, een oren techniek van, blijkbaar. Want nou, die mensen zijn gewoon krachtiger dan huis. En die hebben meer slagen in huis. Ja, hoe is het? Bedoel, we zijn al 6 jaar bezig. Ja. Dit is de tweede keer dat we samen weer een kampioenschap geven. Je mag niet net te snel willen om alles te snel te doen. Dat wil net. Met name de jeugd, maakt het dat ik bekend zelf op Facebook, Twitter. Ze zijn enthousiast. Hè? Ze vinden het prachtig om hun collega Keertse van Boedelon te treffen. Hè? Ja, maar goed, je moet je bijwijzen. Dan moet je zien wat je gebeurt. Het is echt een enorm event. Evenement. Het is gewoon, dit wordt je gewoon echt geweldig spelen. En dat kun je net uitlezen, dat kun je alleen maar filmen denken, maar vooral die mag het gewoon bijwijzen. Ja, dat is gewoon super om te zien hoe goed de mensen hier zijn wandelen spelen kennen. Dus zei het al, zoals jullie in BM eigenlijk zijn traject ingangen, waar staan we nou als Nederlanders? Waar staan we nou? Nou, je zag hier staan we dat we één vrouw, één dame in de open hoorn hebben. En Miranda Skeffer heeft in de open spelen, die heeft... Nou, juist hoorden ze dan net. Jan genoeg gewoon bij. Maar in ieder geval, het is dan er net op kwam. Van de morgen had ze spelletje en dan noemen we een van de wereld. De eerste set die heel slecht. 21-1. De tweede set verliest het 21-1. Maar dat was in ieder geval mooi. Dus wat dat betreft, vond ik dat het terecht wie dat bijvoorbeeld een Miranda in de Fralies open spelen. Dus daar is de klasse. Bij de Mali is het God gewoon enorm. En dat is ik net samen te dichten, maar bijvoorbeeld een Kees en een Hans die gewoon heel goed spilletjes, dat met drie man. Van ik denk van nou, die hebben gewoon heel goed spelen, alleen maar ja, dat is nog enorm, zeker met een man. Ja, Kees met name, na het WK van die Nederland was me praten, ja die vindt dit wel wat, he? Die vindt dat prachtig, maar die Boedelonse spelers maar de keertje, morgen keertje, hè? Ja, maar als je je voorstelt, er is hier, als er hier een wedstrijd spelen, er is een tiebreak van 1 minuut en is geen gewoon werk. Weer binnen een minuutje en alle velden met vol en bezig gewoon aan het spelen. Vrije vragen spelen en iedereen gaat er weer uit. Zo word je continu eigenlijk, word je oefenen, word je spelen. En samen met de spelen mooi Amerikaan, want die maakt gewoon van die mensen leren. Nou, dat doet zij heel volle.
En tussen elke wedstrijd wordt er weer op naai, wordt er weer gewoon spelen. En dat ding gewoon ding wat je gebeuren mag. Dus als je wat vol in deze sport, dan mag je gewoon hier weg. Je mag gewoon met die mensen spelen. Je mag met die mensen praten en je mag er gewoon van leren. Ja, en de merks doen die keertjes, onder de jonge keertjes, de klik hebben ik maar de boetlanders, hè? Ja, maar dat is gewoon een heel groot voordeel. Hè. Dit, bedoel, we hebben heel veel toernooien spelen we en dat is vaak Frans of Spaanstalig. Dit is gewoon 100% Engelstalig. Ja. Deze bond die is gewoon Engelstalig. En dat is voor ons natuurlijk een stuk makkelijker. En zeker voor de jeugd, een stuk makkelijker om gewoon te communiceren. En dan het naaie medium, wat ze ik onderlijk wil broeken, hè, met de contacten? Ja, denk ik. Bedoel, de Facebook is hier helemaal in wat dat betreft. En ja, eigenlijk zodra te communiceren met van hartstikke Facebook-adres. Want daar werd eigenlijk via de hele wereld met OneWall te communiceren, ja. Ja, is het een goed gevoel over deze eerste 4 dagen? Ja, ik heb er zeker een heel goed gevoel over, ja, absoluut. Ik ben hier net als bondscoach. Ik ben hier niet gewoon iemand die leren wil. Ik begeleid net mensen specifiek. Ik ben wel known on my coach, maar dat is gewoon net. Ik ben net specifiek mooi als bondscoach hierin. Nee, ik ben gewoon als enthousiast liefhebber van deze coachie.